tattoo die we vanochtend in de krant zagen. Een Feyenoord supporter heeft op zijn been, was het, geloof ik, laten tatoeëren. Zijn onderbeen. Zijn onderbeen. En wat staat daar? Kampioen FR 2013. Oh, was dat nou waar. Feyenoord dus. Beetje voorbarig, toch, denk ik. Hij is gezet bij Tattoo Bob. En Tattoo Bob hebben we nu aan de telefoon. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Heb je hem zelf gezet, die tattoo? Ja, nou, mijn zoon heeft hem gezet. Ja, wat dachten jullie toen deze Feyenoord supporter met dit bijzondere verzoek kwam? Ja, wij kijken nergens van op, hè, want wij hebben de harde kern vaak onder de naald. En die staan helemaal vol met alle Feyenoord tattoos. Dus, maar dit was natuurlijk wel opmerkelijk. Dit was eigenlijk ons ontwerp voor na, als ze in ieder geval als ze kampioen zijn geworden. Dan kan iedereen dat tatoeage laten zetten voor maar 45 euro. Maar hij wilde hem al per se hebben. Ja. Dus ja, het moet toch geen probleem zijn. Nou ja, ik kan me voorstellen dat als zo'n klant de winkel binnenkomt, dat je toch tegen hem zegt van Rob, kom even aan de tafel te zitten. Moeten we er toch nog even over praten? Ja, maar hij is echt vastbesloten en hij is heilig van overtuigd dat we kampioen worden. Maar als we nou niet kampioen worden, laat hij er dan een tribal of zo overheen zetten? Wat gaat er dan gebeuren? Nou, er staan aan links en rechts staan er al wat fijner, dat heb ik goed gezien, staan er al wat fijner tribals. Met een embleem met wat tribals, dus dat zou eventueel uitgebreid kunnen worden. Maar ja, misschien is het ook wel als we net niet kampioen worden, dat het toch misschien symbolisch is van we waren er nooit zo dichtbij. Toch, dat verhaal kan je er altijd van maken. Ja. Maar dit is een vaste klant van je, begrijp ik? Dit is een vaste klant, ja. Maar ja, we hebben veel Feyenoorders en ook veel spelers natuurlijk ook. Die laten geen Feyenoord tatoeëren. Heb jij ook een Feyenoord tatoeage? Nee, geen Feyenoord tatoeage, nee. Sparta? Excelsior? Nee. We zijn echte Feyenoorders, maar geen Feyenoord tatoeage. Nee. Ja, we hebben ook veel spelers die tatoeage laten zetten. Maar die laten ook geen Feyenoord tatoeëren. Maar zonder gekheid, zeg je nou toch niet even voordat je die tattoo gaat zetten van joh, zou je dat nou wel doen? Ja, we zeggen altijd, we denken goed over na, maar dat is als misschien als. Ik zeg dat misschien nog eerder als mensen bijvoorbeeld hele grote namen van liefje over de hele rug laten zetten, van links naar rechts. Ja, dat is nog gevaarlijker. Dat bedoel ik, en dat gaat een keer over. Dat vind ik eigenlijk erger dan dat je Feyenoord 2013 laat zetten. Feyenoord toch? Gaat nooit over. Feyenoord blijft kijk. Altijd je grote liefde, toch? Kijk, dat is het. Dus daar ga ik iets minder diep op in. Okay. 45 euro, zei je, voor de kampioenstattoo? 45 euro, ja. Nou, waarvan akte. En ja, we proberen de man zelf ook aan de telefoon te krijgen. Dat is nog niet gelukt. Zodra dat ik hem aan de telefoon heb, laat ik hem gelijk terugbellen. Oké, hartstikke leuk. Dankjewel. Tattoo Bob was dat. Goedemorgen. Hoi.